Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag, 1 september 2015. Dit is het bulletin van dinsdag. Als het lukt is van de opname van een deel van deze uitzending vanavond een video op internet te bewonderen op YouTube, schrappanelete.nl. Afgelopen dagen zijn de AM-zenders van de NPO en die van Radio Maria op 675 kHz uit de lucht gegaan. In tegenstelling tot eerdere berichten blijft Grootnieuws Radio, dat een vergunning heeft, tot dan in elk geval tot september 2017 op 1008 kHz op de Middengolf uitzenden. Vanaf vandaag is het station ook op DAB Plus te beluisteren, aldus een persbericht van het station en de website radio-tv-nederland.nl. Een ander bericht op radio-nederland.nl dat hiermee verband houdt is dat alle Nederlandse commerciële omroepen sinds 31 augustus 22:30 via DAB Plus te ontvangen zijn. Op de vrijgekomen 747 kHz was vanmiddag al een sterk signaal van een etenpiraat met de bekende piratenmuziek te horen. Tijdens sale in Amsterdam heeft agentschap Telecom diverse controles uitgevoerd van onder andere het marifoongebruik. Daarnaast zijn ook veiligheidsverbindingen gecontroleerd en de vergunningen voor het gebruik van etenverbindingen door de media, aldus de website van het agentschap. Uiteraard vormt zoveel HF op zo'n kleine plek bij elkaar een grote uitdaging. Er werd bijvoorbeeld gekeken of marifoonkanalen correct werden gebruikt en of de marifoon gebruikt werd voor het doel waarvoor deze bestemd is. Buiten twee serieuze storingen waren er daarbij in het marifoonverkeer geen ongerechtigdheden. De eerste storing vond plaats op woensdag 19 augustus op marifoonkanaal 16, het nood-, spoed- en veiligheidskanaal. Het betrof een permanente draaggolf vanaf een varend recreatievaartuig. Nog voordat de toezichthouders de veroorzaker konden traceren, werd deze marifoon uitgeschakeld. Een probleem dat bij ons zendamateurs niet onbekend is. De tweede storing was op zaterdag 22 augustus te horen op kanaal 10 voor veiligheidsverkeer. Ook deze storing was snel weer weg. Op zondag 23 augustus bleek dit marifoonkanaal echter weer te storen. De toezichthouders van agentschap Telecom vonden het betreffende vaartuig beroepsvaart. De schipper heeft zijn marifoon die waarschijnlijk een technisch mankement had uitgezet. Hierover wordt door agentschap Telecom een rapport opgemaakt. Agentschap Telecom houdt ook maritiem toezicht op onder andere Automatic Transmitted Identification Signal, ATIS, en Automatic Identification System, AIS. Tientallen schippers die zich niet aan de regels hiervoor hielden zijn aangesproken en of kregen een boete aangezegd. Bij de media, die toch vele live-uitzendingen vanaf het evenement verzorgden, waren er verder geen zaken die bij controle niet voor elkaar bleken. Vandaag zou mogelijk de ontvanger Den Haag van het PI2 NOS-systeem en mogelijk ook van PI3 UTR online komen. Bij het inspreken van deze uitzending was nog niet bekend of dit ook het geval is. Gaan we verder met andere resultaten die experimenteerders, onderzoekers en uitvinders hebben bedacht en uitgevoerd. Met enige regelmaat zijn er filmpjes op YouTube te vinden van mensen die een elektromotor aan een dynamo koppelen, vervolgens de stroomtoevoer van de elektromotor afkoppelen en laten zien dat het boeltje gewoon door blijft draaien. Het elektromagnetische veld is dan dusdanig groter geworden omdat de elektromotor zelf ook deels als dynamo werkt. Dynamo en elektromotor lijken sterk op elkaar. Beide zijn gebaseerd op spoel en magneet. Als je een stroom op een dynamo zet, gaat hij draaien. En als je aan een elektromotor draait, levert hij stroom. Koppeld aan elkaar levert dat dus een dusdanig groot magnetisch veld op, dat het geheel zonder toevoeging van externe stroom blijft draaien. Kijk Vladimir Utkin daar maar eens op na. Daily Minutes is dagelijks om 1900 uur op 6005 en op 7310 kHz. En 5 minuten later op PI2 NOS. De dag erop zijn er herhalingen om 10 uur op 7310 kHz, om 10.30 uur op PI2 NOS en om 14.30 uur op 9560 kHz. Mailadres van de uitzendingen is x@xdv.me. Volgt nu een boodschap van een van onze sponsoren. Bent u ook zo ongerust over de straling die bijvoorbeeld mobiele telefoons ons geven? Laat uw kinderen liever niet slapen zolang uw wifi-router aanstaat. Probeer dan onze nieuwe hoogfrequentstofzuiger S390 Super EE van Wokka Wokka. De hoogfrequentstofzuiger zorgt ervoor dat er geen spoortje meer te vinden is van alle ziekmakende straling die bijvoorbeeld mobieltjes, routers, televisieapparaten, ventilatoren en gipsmuren afgeven. Nu kunt u weer gerust net als vroeger zonder schadelijke gevolgen van uw gsm gebruik maken. U en uw kinderen worden er niet meer ziek van. Het werkt zelfs om uw huisdieren te beschermen. De S390 Super is verkrijgbaar in onze filialen voor de prijs van slechts €350 en dat is inclusief geluidsdemper. Het apparaat wordt niet geleverd aan zendamateurs.